So, and it wasn't really good. It wasn't very tight. So. We gaan nog ergens heen kijken zo. Need someone. Why need you? Every single day I'm feeling down. Ja, ik ben Tilbert Verton. Ik had 20 jaar. En ik ben toch aan het zingen en songwriter. Ik vind het heel erg leuk om muziek te maken en gitaar te spelen, te zingen. En gewoon ja, eigen liedjes schrijven vind ik eigenlijk het mooiste wat er is. Gewoon je eigen emoties in muziek verwerken. Ik hoop dat ik ooit een keer ervan kan leven, muziek maken. Omdat ik gewoon... Ik hoef niet miljonair te worden, maar gewoon dat ik van muziek maken kan leven. En dat ik gewoon voor de rest niks anders hoef te doen. Peters van Ton heeft vanavond gekozen voor Robert Johnson. Hij overleed in 1938 en is sindsdien een groot voorbeeld voor bluesgitaristen en zangers. Zijn Crossroad Blues wordt tot op de dag van vandaag gecoverd. Hij speelde zo goed gitaar dat men ging geloven dat Johnson zijn ziel aan de duivel had verkocht in ruil voor perfect gitaarspel. Mijn ervaring met muziek... Ja, ik maak gewoon zelf heel veel muziek. Ik treed ook wel redelijk vaak op. En ik ben in Engeland naar een muziekschool geweest. En daar heb ik ook een songwriting course gedaan. Dus dan nog wat meer geleerd over liedjes schrijven en dingen als dat. Is dat vals? Volgens mij niet. Robert Johnson is natuurlijk een blues muzikant, dus als je dan in mij terug met de nummer dat ik schrijf terug hoor. Ik heb gewoon ook simpel blues riffje gebruikt en daar wat variaties bij gebracht en een eigen melodietje overheen gezet. Eigenlijk is het gewoon een blues riffje, wat gewoon het standaardste blues riffje wat je hebt, zeg maar. Don't you know that we've been working so hard? Robert Johnson in de tekst, ik denk het wel. Ik denk dat ik wat over hem uit ga zoeken. Het verleden weer gehad. En dan wil ik graag een nummer over zijn leven, over zijn, of wat hij allemaal betekend heeft voor mij als muzikant. Dat is echt geweldig.